De belangstelling voor de begrafenis van Marij Pijnenburg was groot. Familie en vrienden namen donderdagochtend afscheid in de kerk in Moergestel. Ook de burgemeester van Apeldoorn, waar het drama zich tijdens Koninginnedag afspeelde, was aanwezig. Tussen de bloemstukken lag ook een stuk van de koninklijke familie. Woensdagavond zijn prins Willem-Alexander en prinses Maxima bij de familie langs geweest om hun medeleven te betuigen. Na de dienst werd Marij Pijnenburg in besloten kring begraven op de begraafplaats van Moergestel.